Dit is het oudste stuk van Duindorp. Gebouwd in de Eerste Wereldoorlog als onderdak voor de vissers van het oude dorp Scheveningen. Ze leefden daar onder erbarmelijke omstandigheden. Dicht opeengepakt in hofjes, sloppen en stegen. Om iets van de besloten sfeer van een dorp te behouden, wordt in de hovenstijl gebouwd. Een hoge buitenring met etagewoningen, binnen lage huisjes rond een centraal binnenhof. Het is een wereld op zichzelf. Des te harder komt het bevel voor de gedwongen evacuatie aan. En nog harder is het gelach als de mensen niet in de omgeving mogen blijven, maar naar andere provincies moeten vertrekken. Mensen die voor hun werk gebonden zijn aan Den Haag en Kontreille mogen op zoek naar een huis in de omgeving. Maar wie bijvoorbeeld werkloos is of bejaard, moet naar het oosten van het land. Dankzij particulier initiatief wordt wel het een en ander geregeld in eigen kring. Neem de kerken die zich ontfermen over hun leden, maar wel volgens de strikte lijnen van de toenmalige verzuiling. Zo vinden hervormde Scheveningers onderdak bij geloofsgenoten in Winterswijk. De gereformeerden komen terecht bij hun broeders en zusters in Aalten. Onder die Scheveningers zijn ook de nodige Duindorpers. Er bestaan de nodige verhalen van naaste liefde over de evacuatie. Maar niet altijd gaat het van harte. Dat kan ook bijna niet anders. Vissers in het westen en boeren in de Achterhoek vormen alle twee sterk in zichzelf gekeerde, gesloten werelden die niet altijd even goed aan elkaar kunnen wennen. We gingen dus met de tram, het was een open tram. Die zie je soms nog wel eens rijden, de open tram. En toen in mijn gedachten was, is het een hele dag geweest. Nu was het natuurlijk wel 12 januari, dus het was wel winter. En dat is natuurlijk ook vol getonken. Maar volgens mij hebben ze daar de hele dag over gedaan. En op een gegeven moment bracht er een beetje paniek uit, want toen werd er gezegd van, oh, ze brengen ons naar Duitsland, ze brengen ons naar Duitsland. En toen waren de mensen in paniek. Op een gegeven moment werden alle namen afgeroepen. En toen ging mijn zuster, die ging, de oudste, die was 16 jaar, die ging naar een boerderij en die heette het Lute. En dat was bij de familie Bretthouder. En mijn zus ging naar naar de familie Ebbers. En die hadden een kruidenierswinkeltje. Die zuster was 15. En er gingen mijn twee broers, de ene was 8 en die andere was 14, die gingen bij Haksteggen. En we kwamen daar aan en toen zat daar, was er een huishoudster, die heette Liene. En er zat een oude man in een hoekje, naast het fornuis. En die zat altijd te mopperen, altijd maar te mopperen. En mijn moeder die werd dus op een stoel gezet, of kon op een stoel gaan zitten. En die kon haar benen in de oven doen. Het fornuis was natuurlijk uit, werd alleen gebruikt om te koken. En dat was uit, maar die oven bleef natuurlijk nog heel lang warm. En had ze de benen in en dan zat mijn zusje op de schoot en ik stond ernaast. En die oude man zat altijd maar te moppelen. Achteraf zei hij dus, allemaal opvreters. Maar, want ze hadden waarschijnlijk niet aan die man verteld dat ze geld kregen voor de mensen die ze opnamen. Ga rechtdoor tussen twee nieuwbouwblokken het Zeezwaluwhof uit. Dan rechtsaf. Ga aan het eind linksaf de Houtrustweg op. Links stond vroeger het Meeuwenhof. Eenzelfde soort hof als het Zeezwaluwhof. En daarachter weer het Plevierhof. In 2009 wordt hier opnieuw gesloopt en gebouwd.